Weersverwachting voor Curaçao en omgeving geldig tot zaterdagmiddag 12 uur 's middags, 9 februari 2019. We starten met een korte onscharhijving van de regionale weer. In de komende 24 uur wordt weinig significante verandering in het huidige weerbeeld verwacht. De aangevoerde lucht is relatief droog en hierdoor zal ons weer relatief droog blijven. We gaan door met de lokale weer. Licht tot half bewolkt en overwegend droog. De verwachte maximumtemperatuur zal 30 graden Celsius zijn en de minimumtemperatuur 25 graden Celsius. Zonsopgang is om 7 uur 's ochtends en zonsondergang om 6:50 's avonds. Het wind kan oostelijk en matig. Windkracht 3 tot 4, 12 tot 30 km per uur, 7 tot 16 knopen, overdag, af en toe vrij krachtig tot mogelijk krachtig in uitschieters. Windkracht 5 tot 6, 31 tot 50 km per uur, 17 tot 27 knopen. De zeecondities kan rustig tot vrij rustig met golfhoogtes tussen 1 en 1,5 meter. 3 tot 5 voet. De vooruitzichten tot zondagmiddag kan half bewolkt met kans op een bui gedurende de ochtenduren. Wind neemt geleidelijk toe. Het volgende weerbericht, in het Papiamentu, zal worden uitgegeven om 5 uur 's middags URLT. Deze verwachting is samengesteld door meteoroloog Figueroa. Dit is een service van de Meteorologische Department Curaçao. En download onze app voor Android en iPhone.